Ja, hier is Fischer weer en ik ben hier met Remco. En dit is de returnwedstrijd in de Europa League. En het is de returnwedstrijd van natuurlijk Antwerpen tegen AZ. Royal Antwerp FC. 1-1. Spelen niet in Antwerpen, hoor ik. Voor mij gaan we gewoon naar Brussel. Oh, dat weet ik niet trouwens. Maar... Het zijn twee clubs die niet eigen thuis spelen, zeg maar. Oh. En waarom weet ik niet hoor, maar ik weet wel dat het in Brussel wordt gespeeld. Antwerpen en Brussel, dat ligt toch wel een aardig eentje van elkaar vandaan. Ik zou het niet gaan weten, mijn topografie is niet meer zoals het geweest was. Wat? Mijn topografie is niet meer zoals het geweest was. Ligt in ieder geval qua grondgebied zeg maar in België is dat best wel ver uit elkaar vandaan. België is natuurlijk niet een heel groot land, maar ik bedoel, verhoudingsgewijs is het best wel ver uit elkaar zeg maar. Ja, maar is dan Alkmaar ook niet heel ver van Enschede of valt het dan mee? Dat is wel nog verder. Ja, dat bedoel ik. Dat valt er allemaal mee. Ja, dat klopt. Ja, 1-1 hebben ze gespeeld. Nou, we hebben natuurlijk de andere clubs gezien. Ik weet niet hoe de, trouwens of het ervoor komt, die andere wedstrijden. Maar in ieder geval, we hebben natuurlijk... Ajax sowieso. Wat? Ajax, ja, Ajax heeft... Ja, dat wel. Dat hoopt dat het erdoor zijn natuurlijk. 0-0 was de eerste wedstrijd. Maar Feyenoord en PSV hebben het goed gedaan natuurlijk. Allebei 3-0. En eigenlijk AZ, nou ja, 1-1, het is niet de meest interessante uitslag. Ik vond AZ goed voetballen trouwens, of ben ik de enige die het vond? Ik heb de wedstrijd niet gezien, want ik zag toevallig PSV alleen maar op... Nee, samenvatting heb ik gezien, want het werd niet uitgezonden weer. Want AZ is altijd de lul, hè? Dus dan kies je altijd voor de grote clubs. Terwijl het affiche AZ Antwerp vind ik veel interessanter dan, nou, laten we zeggen, Limassol of Beersheva. Ja, dus, maar op zich 1-1, het is niet de allerbeste uitslag, maar het is niet erg. Heel erg, dus zeg maar. Een tikkie slechter dan die van Ajax nog. Want die heeft toch een uitdoelpunt tegen. Maar ik vond AZ wel goed voetbal. Dus ja, wie weet het. Terwijl, is wel een kans. Er zit wel potentie in, om het zo te zeggen. Ja, toch? Oké, nou ja, in ieder geval, we hopen natuurlijk dat alle clubs doorgaan. Want dat is echt een reële kans. Dat gewoon 4 clubs doorgaan in Europa. Hoe dan ook is Ajax door natuurlijk naar de... In ieder geval de poolfase van Europa League. Maar we zijn er over Oostenrijk heen, hè, las ik. Ja, dus we krijgen nog meer plekjes terug? Ik denk het. Nou, ik weet niet, dat, ja, misschien volgend jaar nog weer. Misschien een voorronde minder voor een Champions League of zo. Of rechtstreeks een plaats voor een Europa League. Zou mooi zijn. Dat zou wel leuk zijn, inderdaad. Kunnen we weer verneuken. Maar wij gaan over naar de wedstrijd. Laat de voorspelling achter bij de comments. Ja. De wedstrijd kan elk moment beginnen. Welkom, mijn naam is Evert ten Apel. Court Lane, nou, het wordt niet in Engeland gespeeld, denk ik. Het zal wel heel erg extreem zijn. Ik tel 3 aanvallers. Maar wie weet, misschien volgende keer. Nou, het zal er een beetje aan liggen. Als het doorgaat, denk ik, verwacht niet dat ze in het stadion kunnen spelen. Als dat het geval zal zijn, dan geef ik ze zeker. Gaan ze hier de leiding nemen? Uitstekend. Nou, ik kan beter goed beginnen. Oh, wat een bol zit er ook. Die kan er echt in, hè? Dit kan er echt. Het was een wereldaanval. Dit kan er gewoon in. Gewoon, denk ik. Gewoon. Alle 3 de kansen hadden erin gemogen, ja. Ja, maar ik druk op X om de bal weg te trekken en dan gaat hij een sliding maken, omdat ik de bal waarschijnlijk dan niet heb. Oh nee! Oh, nou, maar dat was nog een moeilijke hoek. Ja, ik werd te veel naar de hoek. Ik had eigenlijk me gewoon meteen misschien gespeeld. De bal wordt voor het doel gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Deze tegenstoot is nog niet voorbij. Schijnt het niet helemaal over de lijn. Zo! Toch, en die keeper die gewoon blijft staan. Die, voor mij kan hij gewoon inkoppen, hè. Voorzet misschien? Nee! Wat een onzin! Nee, dit is echt die onzin overtredingen, toch? Ja, het is slim uitgelokt. Jezus, mensen. Hij zet zijn tackle laat in en maakt daardoor een overtreding. Ja, ik kan niet zeggen dat het geen overtreding was. Ja. We zien dat hij gewoon te laat was en de bal niet speelt. En de bal. Wat? Dat is heel slecht gekiept. Ja, maar je hebt, als je de goede hoek kiest, zit het er altijd. Of dan hou je het altijd tegen. Nou, wat doet die keeper? Ja, hij was en slecht ingeschoten. En de keeper heeft hem gewoon niet. Maar vroeger ging hij echt de kruising in, hè? Daar mikte ik op.
Wel lekker, heb ik in ieder geval een uitdoelpuntje. Nee, die stinkkeeper komt er eens uit weer. Wat doet hij nou, die keeper? Het is een inbord. Ik dacht echt dat ik hem gewoon goed had getimed, die steekbal. Nou, dat knap is... gegeven. Het speelt of niet? Ja, hij ja. Is te vroeg weg. Hey, hij zit er nog. Ja, hij zat wel mooi. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Kut, oh, die sprint had ik eigenlijk niet moeten doen, maar ik kon het aan. Hier is hij kwijt. En nu scoren. Slechte voorzet, echt dramatisch om precies te zijn. Oh ja, ja, dat zag ik al. Ja, maar ik zit helemaal vast, ik zit weer te knoeien. De bal komt voor het doel. Ik ga er soms echt een spits erin gooien. Die boot doet die is nog niet zo goed in deze FIFA bijt. Kom op. Ah, come on! Nee, ik verpest het weer. Het is verschrikkelijk heel slecht. Er ligt heel veel ruimte daar. De poort is open. Vasthouden in de lucht. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. De aftrap is genomen. De tweede helft is dus begonnen. En dan gaan we. Goedmondson. Best uit de rust. Deze kan geen fucking truc. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. De bal wordt kalm rondgespeeld. Ook geen overtreding dan, scheids. Hij ligt er nog niet voor niets. Bal in de 16. Nee, die voorzet leek beter dan hij is. Ik ga gewoon pompen en verzuipen. Nou, zonder te verzuipen, alleen pompen dan. Opgeruimd staat netjes, denken ze. Zeg, ik kop aardig alles weg. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hé? Ik dacht ook dat het jou was. Geef ik eerlijk toe. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. En waar gaat jij toe? Nee, ik ben er blij mee. Lekker geraakt! Oeh! Ah, geen via! Een hele rare bal was dit! Oh my god. Ik zweet echt wel op doel. De bal wordt voor het doel gebracht. De hoekschop wordt weggebokst door de doelman. Vol geraakt! Nee, weer! Dat is een hoekschop. Ja, ik weet niet of hij op doel ging, voor mijn gevoel wel. Of hij ging hoog over. Hij kiest zo lekker voor geworden dit. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Oh, hij wisselt opeens van speler. De bal komt in het strafschopgebied. Oh, alsjeblieft. Oh, oh nee. Voor eigen kans of speelt hij... Ja, wat is het nou? Ja, geef hem lekker de bal. Jezus. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Oh, nee. Ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Nou, ik moest eraan nadenken. Maar dat is een betere oplossing. Schijtschil, het is gewoon geel. Totaal niet op de bal ook gewoon. Ik zeg niks. Die geen rood heeft gekregen, even. Ik loop, ik zie hem niet eens. Die pot. Op mijn gillen space. Goeie knal hoor. Ja. Uitstekende vrije trap, maar de keeper is al let en red. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Nou, come on. Het is bij het einde en dan raak ik de bal kwijt. De supporters schreeuwen de thuispartij richting het doel van de tegenstander. Ze lijken ervan overtuigd dat het nog kan. Nou ja, het gaat erom dat het legt het voordeel ook gewoon. Hij liet gewoon doorgaan. Ik werd gewoon bijna genaaid ook. Dat wilde ik niet. Ik wilde spits. Jezus, mensen! Nou, come on. Dat haat ik echt niet doordrukballen. Ja, ik hoef niet. Nee. De bal wordt voorgegeven. Ja, lekker. Ja. Dat is ook gewoon meteen klaar. Auw Jan, ik ben naar het middenveld gehaald. Maar ik ben even wel blij dat er in ieder geval nog een veldgoal is gevallen, want vorige was ook 0-0. Dat is een lekker balletje. Ja, lekker keepertje, ook nog buitenspel. Want hij had een vrije schiet. Tering. Schuld voor mij helemaal niet veel. Nou. Ik weet niet of het buitenspel is. Ja, ziet. Het is wel buitenspel. Maar kijk, dus je ziet zijn heup toch? De camera zit wel een beetje scheef. Ja, je moet vrouwen dat IE geen fouten maakt, maar. Nee, maar IE maakt nooit fouten. Gewoon kantje boord, zeg maar. De vleugel daar is. IE maakt nooit fouten. Daar liggen de kansen hoor. En nu scoren. Oh, dit is een schot op doel, hè? Serieus. Maar wat een redding!
dan schiet hij. Hoeveel neukje? Ik bedoel dat hij zo scheef ging. Hoeveel neukje in de bal? Ja. Jezus, kijk eens dit dan. Nou. Voor mij natuurlijk nog aangeraakt geleken, of niet? Mijn eigen speler dan. Uiteindelijk heb je nou heel veel schoten, maar ja. Ik speel ook open huis, moet ik eerlijk zeggen. Die bal is voor de tegenstander. Oh, dat is wel heel erg op de potoot. Is weg. Daar is het laatste fluitsignaal. Nauwkeurig. Nou. 2-0, het zou zomaar kunnen. Want Antwerp niet, voor mij staat Antwerp gewoon nog steeds derde of tweede in de competitie in België. Dus moet ook niet... niet onderschakelen. Het is een aardige ploeg, toch? Het is een goede ploeg, serieus. Ik vind echt goede spelers hebben. Ja. Ja, AZ ook. En AZ kan wel een financieel meevallertje gebruiken. Ik denk dat de euro's wel hard nodig zijn door het stadion. Zou ze verzekerd zijn? Ik vraag me wel eens af. Hoe valt dat nou eigenlijk te verzekeren, dat soort dingen, toch? Maar als het zeg maar echt komt, opeens gaat het ook over die zonnepanelen op het dak en zo. Maar ik weet niet of het zal een verzekeringswerk zijn, maar ik weet niet hoe ver stormschade... Ja, maar ja, als je een claim indient van wat is er aan de hand? Ja, dan moet je even langskomen bij het stadion. Nee. Het gedeelte van het dak is ingestort, ja. Oh. Ja, hij maakt er geintjes over, maar het had echt serieus natuurlijk, had het echt zwaar kut kunnen aflopen. Stel dat je in het stadion zit, jongen. Ik kom naar beneden. Nou, ik wil niet weten wat allemaal zou gebeurd zijn. Dat was echt een drama, ja. Enge gedachten in ieder geval. Oké, nou, dit was in ieder geval de wedstrijd. Antwerpen AZ 0-2 is onze voorspelling. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik ga eruit vanuit dan dat alle vierde ploegen door zijn. En dat zou veel punten opleveren voor Nederland. Ja, IJs gaat sowieso door natuurlijk. Weet je wat ik wel benieuwd naar hè? Hoe ze dat in godsnaam doen? Want ze gaan elke keer wedstrijden verzetten. Ja, dat gaat drie ploegen. Die wedstrijd wordt allemaal uitgesteld tot eind volgend jaar. Okay. Alles op de Europa League en Champions League dan maar. Ja, maar drie ploegen speelden op donderdag. Hoe kun je dat in godsnaam inplannen? Want dan kun je al zaterdag niet spelen. Dus dan moet je altijd op zondag die wedstrijden doen. Nou, ik ben benieuwd. Dat wordt er heel wat... En je hebt in ieder geval allemaal 6 wedstrijden. Ook nog. Dus je bent echt... Ja, de hele competitie kun je op de schop gooien. Ik ben benieuwd. Maar ja, dat is hoe dan ook trouwens een probleem aan het worden. Want of AZ erbij zit of niet, dat is hoe dan ook wel een probleem. Nou ja, jongens. Dat was in ieder geval. Liken. Like de spelling achter. Bye bye. Later.